Dit is het laboratorium van Wetsers. Zoals je kunt zien gebeuren hier veel interessante dingen. Nou, in Nederland kun je gewoon uit de kraan drinken. Maar er zijn heel veel landen op de wereld waar je dat niet kunt. Onder andere daarom doet Wetsers onderzoek naar water. Lekker. Want dat is er, een watercrisis. Of er is te weinig, of het water is heel vuil, of het wordt juist verspild. Hier bij Wetsers proberen ze er wat aan te doen, met high-tech onderzoek. Poepen en plassen, dat doen we allemaal. Maar bij het doorspoelen verbruiken we veel water. Bij Wetsers gaan ze kijken of ze dat niet slimmer aan kunnen pakken. Een van die onderzoekers is Lucia. Lucia komt uit Mexico. Hoi, hoi. Jij werkt met poep? Nou, ook met plassen. Oké, en wat houdt jouw onderzoek precies in? We willen geen drinkwater gebruiken om alleen maar poep en plas weg te spoelen. Wat zijn dit voor toiletten? Oh ja, met deze toiletten kan je gewoon plaats apart opvangen van de poep. Je kunt het gewoon zo ingooien. Ja. Maar dit is geen echte plas, toch? Jawel, wil je het proeven? Nee, dankjewel. Nee. Je spoelt niet door. Maar dat is niet nodig. Stinkt dat dan niet? Nee, dat is zo ontwerp dat het niet stinkt. En dus je kan de plaats geconcentreerd houden en dus kan je beter elektriciteit en kunstmes eruit maken. Wat is het hier stil, hè? Johannes, nog wel aan het werk? Dit is de directeur. Kom binnen. Maar wat doe jij hier dan eigenlijk? Nou, wij werken hier dus met heel veel bedrijven en heel veel universiteiten en ik zorg dat die samenwerking goed loopt. Dat al die studenten hier op het lab de goede dingen doen en dat we de goede uitvindingen krijgen. En wat zijn dat dan voor uitvindingen? Nou, ik kan je wel even wat laten zien. Kijk, wat je hier nou ziet, dat witte ding, dat is een membraan. Dat is een rietje eigenlijk. En een membraan, dat is eigenlijk een heel fijn filter. En dan kan je dus vieze deeltjes uit het water filteren. En in dit bekertje zit heel vies water. En dat heb ik in dit spuitje gedaan. En als ik nu straks het spuitje leeg ga drukken door dit rietje, dan zal je zien dat het begint te zweten. En dat er schoon water uitkomt. Let op. Nou, zo kan je dus schoon water maken. Uit vies water. En nou, dit is dus een van die uitvindingen die wij dan aan de bedrijven geven die hier met ons samenwerken. En die bedrijven die kunnen dan die uitvinding over de hele wereld verkopen. Want op die manier kunnen ze natuurlijk schoon water maken waar het niet is. En dat zijn dus de bedrijven hier in de kerk? Die bedrijven zitten over de hele wereld, maar er zit ook een heel stel in de kerk. Klopt. Kijk, en dit is nou de kerk. En daar zit Wetsers. Lekker dicht bij elkaar, zodat ze elkaar goed kunnen helpen. En in de kerk, daar proberen ze de uitvindingen van Wetsers te verkopen. Samen wordt dat de watercampus genoemd. Achter deze watercampus komt straks een heel groot gebouw waar de waterbedrijven en Wetsers samen in kunnen. Zo kunnen er meer bedrijven in en kan er nog meer gedaan worden om de waterproblemen op te lossen. En dat vindt ook de gemeente Leeuwarden heel belangrijk. Een ander voorbeeld van zo'n uitvinding uit het laboratorium is Blue Energy, oftewel blauwe energie. Met blauwe energie kun je stroom opwekken met zoetwater en zoutwater. Daarom staan we hier op de afsluitdijk. Ik heb een apparaat meegenomen die dat ons allemaal kan vertellen. Iemand die ons alles kan vertellen over blauwe energie is David. David, wat is dat eigenlijk, blauwe energie? Blauwe energie, dat kun je halen als je twee soorten water bij elkaar hebt. We hebben hier zoetwater en zoutwater. En als die twee mengen, dan komt er energie vrij. En die stroom, dat is blauwe energie. Wat kunnen we daar eigenlijk mee, met blauwe energie? Op deze plek, hier komen zoetwater en zoutwater bij elkaar. En hier zou je dus een grote elektriciteitscentrale neer kunnen zetten, die alleen maar gebruik maakt van water. En die kan dan heel veel huizen voorzien van blauwe energie.
Komt dat hier dan ook echt, blauwe energie? Er komt komend jaar een proefinstallatie waarbij ze gaan kijken of dat het ook werkt. En als dat werkt, dan wordt er in de toekomst hier heel Noord-Nederland voorzien van deze energiebron. Zo, en nu ben ik een echte waterprofessor. Ik ga hier proefjes doen met mensen net als jullie. Jullie moeten weten wat voor problemen er spelen met water, energie en voedsel. Zodat jullie ook kunnen helpen met het bedenken van oplossingen. Kijk, deze kinderen zijn hier bezig met proefjes om veel te leren over water. Doen jullie daar ook mee?